Dag vrienden van het Betere Stripverhaal. Bert Pepper en de Vinnige Vlogger, die hebben voor jullie allebei een paar strips gelezen van eenzelfde serie. En toch eens een keer goed om die in de aandacht te brengen. Zeker ook met de uitgever, waar dat ze zijn in uitgegeven. En ik zal het al direct laten zien. Het is een serie van drie strips. Hè, op het ogenblik toch nog, hè, want het kwamen er nog. En dat zijn de boeken van Nikki Sachs, zeiden ze. Hè? Nikki Sachs, hè? Nikki Sachs 2 en Nikki Sachs 3. Die zijn er al. Uitgegeven bij Reboot. En geschreven en getekend door Willem Ritsteer en Mink Oosterveer. En natuurlijk een koppel dat gekend staat om samen te werken voor de strips. Spijtig genoeg, in 2011 is dat gestopt omdat Mink Oosterveer toen ineens is gestorven met, in een auto-ongeval. Nou, Nikki Sachs, want ze beter dat we de eerste een beetje omhoog gaan, we kunnen dat toch zien. Nee, ik moet zien, want het is echt een blinkend kaft, hè, dat niet te vuil. Hè. Ik wil haar toch een beetje vertellen over die Nikki Sachs, want dat is een wirwar van uitgevers geweest. Allee, dat was niet zo gemakkelijk om te volgen in die zin, wirwar nou ook niet, maar toch wel belangrijk was dat die eerste zes verhalen, die eerste zes boeken uitgegeven zijn door Palmaar. Baumar die toch ook wel heel wat uitgeeft in de, wat betreft Nederlandse strips, maar ook andere. Ik heb me daar van achter een paar staan, die Kirby bijvoorbeeld, heeft hij me die ook uitgegeven. Maar Baumar in de eerste zes verhalen. En dan de laatste vijf, nog eens een keer bij BD. Maar elk boek bestaat eigenlijk uit twee kort verhalen van ongeveer 21, 22 bladzijden. Het eerste is bedrog, het tweede vergiffenis, ook zo in Baumar. Het eerste was bedrog en het tweede vergiffenis. Die zijn uitgegeven oorspronkelijk tussen 2003 en 2005. Eerst in een Telegraaf verschenen als krantenknipsels eigenlijk. Hè. En dan zijn die uitgegeven de Baumar. Maar wel in zwart-wit, hè. Het was allebei in zwart-wit. Die eerste zes, hè, dan hadden er dus al 12. En dan nog eens een keer 4 van BD, dan hadden er al 20. En dan helemaal op het einde, het laatste in 2009, is dan een heel speciaal oplossingsknoot gekomen en dat heet Watervrees. En dat was de laatste. Maar Watervrees was een oplong en daar waren er dus naar schijnt maar 250 van gemokt. En in de beurs in Breda in 2009, de overschot, maar het zou er misschien maar één geweest zijn, dat weet ik dan niet juist, die hebben ze dan vernietigd. Met een andere, dat dus heel duur is, hè. Als je dat nou gaat kopen in Nieuwstaat, ja, kun je dat gemakkelijk 100, 150 euro betalen, hè. Ja, dat is een eppe dingetje, hè. Die leest een boek van Nikki Sachs, Watervrees, oplong, uitgegeven door BD. Even zien, dat kan wel juist zeggen. Ja. In 2011 is dan onze vriend Mink Oosterveer spuiten genoeg gestorven. Nou, die twee, Willem Ritsier en Oosterveer, die hebben vuil zelf gemokt. Ik kan alles niet opnemen, ik wil er een paar opnemen. Zodiac bijvoorbeeld, dat was gekend, ook de Baumar uitgegeven. Dat is heel dikwijls eerst uitgegeven door de Telegraaf in zo'n een dagbladserie. Die was ook dikwijls in opdracht daarvan. Zodiac, dat was het eerste. Dat waren eigenlijk fantasystrips. Dat was een fantasystrip in het teken van de Derenreem. Zie je dat? Dan hadden we ook nog Rick Rolluik en Speedball Nation. Nou, Rick Rolluik, dat is goed zien. Rick Rolluik en Speedball Nation, dat waren twee tekenverhalen die uitgegeven zijn in het Suske en Wiske wijkblad van in een taart, hè. 1995-96, Speedball Nation, nooit in stripvorm uitgekomen, denk ik, in boekvorm. Rick Rolluik wel, want Rick Rolluik was eigenlijk een detectiveverhaal als ode eigenlijk aan Q Slim van Tilieu. Maar er waren ook maar twee boeken, en ze zijn er wel van verschijnen bij BD. Dan natuurlijk bekende Claudia Brücke, hebben ze ook samengemokt, Oosterveer en Ritsteer. Dat was eigenlijk een politie-rechercheur, zijn er ook drie boeken van verschenen bij Baumar, pas ik. Nee, hier bij Le Lombard. En dan nog één achteraf in 2000 bij Baumar, dat was In de Sneeuw of zo heet. Ik weet het niet meer dat dat heette. Maar ja, goed. Ja, dat was toch nog een zo'n nakomerke precies nog bij Baumar, een vierde dat verschijnen is. En dan bekend ook vanuit een eppe natuurlijk, Robson Inc. Dat was een echte
Grave Western, Robson Inc. Het ook gemokt eigenlijk het weenet. Spijtig dat twee verhalen ook moeten stoppen. Dat onze vriend Mink Oosterveer is overleden. Dan ook nog natuurlijk Jackpot. Dat is ook samengemokt. Ik heb al die boeken van uitgever Kippenvel. Dat zijn er al vier. Hè. Maar binnenkort komt ook nummer 5 uit. Hè. Zeg, je moet maar die Kippenvel eens in de ogen houden. Die zijn ook wel serieus aan het uitgeven. Hè. Van die reboot-zaken, hè? Van die herwerkingen. En dan hebben natuurlijk ook nog, waren ze ook gevraagd, die twee, Willem Ritsteer en dingen, om zo'n soort van ja, tweede wereld van Jacques Storm, van Storm te beginnen. Hè? En dat was dan de Chronieken van de Botering, de eerste boek daarvan, Banneling van Toem, die is daar ook getekend en geschreven, de Ritsteer en Oosterveer getekend en Ritsteer geschreven. Zo is het toch al vuil gehoord van die twee mannen. Hè? Nou, waarom worden die naar terug uitgegeven, die Nicky Saxe? Gewoon omdat het geweldige verhalen zijn. En geweldig getekend ook. Ja, dat is echt, dat is de moeite waard om die in reboot uit te geven. Want reboot, wat wil dat eigenlijk zeggen, reboot? Dat is dat je bestaande verhalen een reboot geeft, een nieuwe kans geeft, maar ook prachtig uitgegeven, in kleur deze keer, voor de eerste keer in Saxe. Is er, je moet maar eens zien. Prachtig, hè? Ja, dat is. Oh, en daar zitten elke keer twee verhalen in, hè? Zeker die begin de beste. Wacht even. Hé, zie je dat? Maar de eerste twee is dat bedrog en vergiffenis, en zo gaat dat verder, hè? Ja, die reboot, die is een geweldige uitgever, vind ik dat. Hè? Die hebben bijvoorbeeld ook dat uitgegeven, ze kenden dat. Ja, dat is nou de dingen, hè, de koffer zo. Hè, maar dat is dus hier, hè. Erik Schreurs, hè. Die hebben die ook uitgegeven, die reboot. Hè? Geweldige mannen. Ja, die doen goed werk. Hè. Weet je wat die binnenkort ook gaan doen? Dat gaan we nooit niet geloven. Die gaan Paling en Kou terug uitgeven, die gaan Paling en Kou verder uitgeven. Met nummer 60, ja, want er waren stond met 59 in de tijd. En dan komt er een nieuwe Paling en Kou uit. Dat is toch ongelooflijk, hè? En die niet, ga ik even zien, Missie Klimaatverandering, daar is er al een cover van klaar. Allee, je moet toch wel zeggen, die mensen doen geweldig wel het best. Nou, één, de covers, hè, je hebt een 1, je hebt een 2, de Zeesieschool, en je hebt een 3. De wees in de koffers getekend, Romana Meulenaar. Ook hier gewone, hè? Die van Storm. Hè? Hela. Dat zijn allemaal serieuze mensen dat er aan meegewerkt. En dan de eerste, hij heeft ook nog Fred de Heij meegewerkt. Fred de Heij, ook gekend van de neppen van Haas, hè? Van die oorlogstrip in Holland. Hè? Met die pastoor, ik weet niet of iemand dat kent, maar goed. Over wat gaat dat nou, die boeken? Wel, dat gaat over Nicky Saxe natuurlijk. En die heeft dus zelf, die woont in een vuurtoren en die is daar een bedrijfje begonnen, kamer 666, voor het oplossen van moeilijke of lastige zaken. Hè? Dus alles wat lastig is, dat komen ze bij haar en zo mag dat dan beginnen te gaan zoeken. Altijd met inspannende verhalen, met goed uitgewerkt en overal en nog. We hebben dat eerste bijvoorbeeld, bedrog, dat speelt zich af in Bolivia. Zie je dat? In Bolivia. Ja, dan moeten ze dus altijd met vichten en doen en af en toe is hem nog een beetje bloot, maar dan zoveel hij ook niet. En dan is dat dus, dat is in Bolivia, maar dat kan even goed in Engeland afspelen, hè? Vergiffenis. Dat is dus een tante van haar vriendin, want daar komt Elia is haar vriendin, daar komt er dikwijls in vuil. En die matant, die is gestorven, zie je dat? Die laat er op de grond. En die is vermoord, dat is gewoon echt een detective verhaal. Wie heeft nou die tante vermoord, hè, in Engeland? Dus dat is zo in een land was dat dat zich afspeelt. Even achter ook nog wat dossier. Een dossier van, hoe heet hem, Grapeldoor, die werkt er ook altijd wel aan mee. Dus dat speelt zich overal af, hè. Hier hebben nog PSI en Onkruid, ik wil hem maar zo eens een keer laten zien. En die PSI, dat gaat over een verdwijningszaak van een jongen, met mensen dat ze kennen. En dus die kleine is dus verdwenen op een plots, wat dat vroeger ook al eens iemand verdwenen is. En dan gaan ze daar naartoe, hè, en dat is in de sneeuw vuil, hè, dat is vuil in de sneeuw. Dat is niet dat vuil gezeten, hè, met die witte bolletjes. En dan gaan ze dat weer op zoek.
Ook bij onkruid, dan gaan ze, dus dan wordt ze beschoten tijdens een zaalvakantie. En op feit dat ze de laatste dingen kunnen uitdoen, wordt ze al ontvoerd. En geplaatst het ze, dan wordt ze dan gevast. Ze komt op een aland terecht. Altijd maar in haar badkostuum natuurlijk. Wat er ook tof aan is, bij elk boek steekt er nog een soort van, misschien een Exlibris, maar zo'n wingenbouw. Een bladwazer. En dan is er nog natuurlijk de laatste. En dat is WWT en Intens. Ook weer heel schoon. Voilà, je ziet het ze. Ik wil er zo eens een keer duimbladen. Je moet ze kopen voor te weten, hè, mannen. Even zien. Dan moet ze weer naar het Oostblok. En dan tweede is in Canada. Want die Elia, die is een psycholoog. Dat is een psycholoog. Psychiater die helpt de mensen als ze eten mankeren. Maar dan krijgt ze zelf waanbeeld. Allee, ze droomt altijd over eten. Van een moord. En dan willen ze dat dus. En die dat zelfmoord pleegt. En dan gaan ze naar Canada om te zien van waar dat dan eigenlijk komt. Hè. Het eerste WWT speelt zich dus af in het Oostblok. Hè. En waarom? Omdat dat de ene na de andere agent van de geheime missies komt overladen. En dan moeten ze toch zien hoe komt er dan toch dat die er allemaal sterven. We gaan dat eens een keer op onderzoek. Dus spannend, goed getekend, prachtige verhalen. En mooi uitgegeven. In dikke, goed papier, een heel goede kwaliteit van papier. Dus die reboot, ik zou zeggen, proficiat. Dus zo verder binnenkort komt dus nummer 4 op. Paling en Co. Allee, dat staat ons nog veel te wachten. Bedankt alleszins om dat allemaal voor ons te doen. En ik zou zeggen, merci voor het luisteren naar deze vlog. Dag, tot de volgende keer.